een beetje manoeuvreren, maar de chauffeur die lijkt toch wel aardig deskundig. Dat moet ook wel als je internationaal rijdt. Kraan, wat die man op de achtergrond, een vouwkraan, vouwtelekraan, dus daar gaan we de zaak mee lossen. Oh, kijk eens. Alles nog heel. Alleen de fietsen zijn omgevallen. Nou, kijk al. Ja. Goed. We kunnen zo beginnen dan. Kijk eens aan. Zijn jullie tevreden, mannen, wat je ziet? Ja? Het is toch beter dan het rijden. Kijk. Goedemiddag allemaal, we zijn hier in Portimão. Welkom allemaal dat jullie er allemaal zijn. Iedereen is eigenlijk hier gekomen. Dus heel veel succes deze week. We gaan zeker nog leuke dingen met elkaar doen. Maar ik vond het leuk om in ieder geval dit al even zo te doen. In de voorbereiding naar de wedstrijden is er altijd de meting vooraf, officieel bij kampioenschappen. Worden de afstanden, lengtes en zeilen worden gecontroleerd op de juiste afmeting en voorzien van een waarmerking dat ze gecontroleerd zijn. Intussen mensen in afwachting om de kiel te meten, het gewicht te meten. Behalve een blokje maken ben ik ook wel eens een keer doorgegaan bij bootjes huren. Dan een beetje met echt afwachting.